Hoi, op basis van de vorige twee tutorials heb ik deze onderstaande mooie montage gemaakt. En die montage is klaar om daar titels, overgangseffecten en natuurlijk mooie color grading aan toe te voegen. Dus pak Rush erbij en doe lekker mee! Ik heb eerst even een vraag voor je. Wat hebben Instagram, Facebook, TikTok met elkaar gemeen? Juist, overal, bij elke video die je ziet, staat standaard het geluid uit. En daarom moet je dus op een andere manier de aandacht trekken van je kijker. Nou, dat kan je doen met een heel erg mooi beeld of het toevoegen van een titel. Nou, dat gaan we doen hier aan het begin van deze tutorial. En rechtsboven in de interface vind je het title panel. En als je daar dan op klikt, dan krijg je echt een hele bak aan titels die je kan gaan gebruiken. Dit zijn de stijlen die ik inmiddels al zelf heb gebruikt en heb toegepast. Nou, dat zijn al behoorlijk wat. En wil je gaan beginnen met titels, ja, dan is het goed om te gaan kijken bij de Adobe Stock titels. Dit zijn ook weer gratis titels. 20 pagina's tellend aan ja, toffe titels, misschien minder toffe titels. Ze zijn allemaal vormgegeven op die manier zodat jij ze kan gebruiken in jouw vormgeving, in jouw montage. Dus laten we bijvoorbeeld even eentje uitkiezen die we gaan toepassen. En dat zou bijvoorbeeld deze titel kunnen zijn, Rounded Frame Title. Misschien mooi om mee te gaan beginnen. Door middel van te klikken en te slepen plaats je hem op je tijdlijn. Dan wel tussen je shots in of misschien één track hoger, een videotrack hoger. En helemaal hier aan het begin kan ik hem plaatsen. En dan installeert hij als het ware de titel in jouw tijdlijn. En heb je hier een prachtig mooi vormgegeven titel staan. Misschien ben je het niet helemaal eens met de kleur, misschien niet helemaal met de tekst of de typografie. Maar dat kan natuurlijk allemaal aangepast worden. Zo ook de lengte. Net zoals bij een normale videoclip kan je de orange bars gebruiken om hem wat langer te maken of wat korter te maken. En het toffe van de meeste titels is dat er ook al animatie in zit. Dus we zien hier ook hartstikke tof de teksten in beeld vliegen. Nou, het aanpassen is vrij eenvoudig. Laten we zeggen dat we hier de tekst willen aanpassen. Dan dubbel klik je op de tekst. De cursor wordt actief en je kan gaan typen. En zo ook bij het volgende tekstje. Nou, misschien is dat al niet helemaal wat je zou willen, maar hier aan de rechterkant in het edit tabblad kan je nog van alles en nog wat gaan aanpassen. Dus je ziet hier eigenlijk alle objecten die er staan, de shapes, maar ook de teksten en die kan je dus gaan aanpassen qua typografie. Hier is gekozen standaard voor Railway, maar misschien wil ik hier zo mijn favoriete lettertype hebben. De Rift Soft Bold, misschien wat groter of kleiner en je ziet dat het kadertje eromheen hartstikke mooi mee gaat schalen. En zo ook kan je de kleuren gaan aanpassen. Dus nu een witte tekstkleur, ja, die kan ik gaan omzetten naar iets anders en heb ik mijn vormgeving aangepast. Ja, net vond ik hem toch wat mooier. Command Z en we zijn weer terug. En zo kan je dus ook doorgaan door de shapes ook aan te gaan passen qua vormgeving. Misschien wil je hier geen schaduw achter of juist wel een andere kleur. Allemaal mogelijkheden. Hou er wel rekening mee dat elke titel door iemand anders gemaakt is en dus waarschijnlijk in de edit hier aan de rechterkant er net wat anders uitziet. Maar heel veel kan je zelf hier al gaan aanpassen. Dus super tof om op die manier je titels te gaan gebruiken. Wil je nu uiteindelijk deze titel misschien hergebruiken, dan zouden we er een duplicaat voor kunnen maken. Dus duplicate. Dan plaats je hem één track hoger en kunnen we hem hier wat verder neer gaan zetten en hem aanpassen. En dan hebben we inmiddels weer titel nummer 2 gemaakt. En door gebruik te maken van deze titels kan je dus de belangrijke punten die je misschien in je tekst zet ook visueel zichtbaar maken. Zodat de kijker, ook al staat het geluid uit, toch de boodschap meekrijgt. Om mooie overgangen van het ene shot naar het andere shot te creëren, ben je als beginnende editor al snel geneigd om transitions te gebruiken. Je klikt en sleept ze heel eenvoudig tussen je shots in. In Adobe Rush heb je best een aantal van die effecten tot je beschikking. Maar als lid van de vereniging tegen onnodige transitions moet ik je toch wel even melden dat ze met mate gebruikt moeten worden. Een harde cut van het ene shot naar het andere is vaak de beste oplossing in je montage. Wil je toch een effect gebruiken om een verandering in tijd aan te geven of een bewuste vormgeefkeuze, gebruik dan de Cross Dissolve, de Dip to Black of de Dip to White. In de wereld van videomontage is het hebben van aandacht voor kleur, color correction, color grading ook enorm belangrijk. En natuurlijk kan het ook in Adobe Premiere Rush. Dus hier aan de rechterkant vind je ook een panel voor color. En daarin zitten weer een aantal presets gestopt die je misschien al gelijk straight out of the box kan gaan gebruiken. In mijn video zou ik eigenlijk wat meer drama willen gaan toevoegen. Nou is het al een beetje een bewolkte dag, maar wanneer we een wat meer cinematic look gaan geven, dan zie je dat heel die intentie van het shot al heel erg aan het veranderen is. Misschien een beetje too much, maar we kunnen nog gaan kijken wat misschien een faded film effect gaat doen.
misschien SL Kodak. En daarbij zie je dat de kleuren juist wat meer naar buiten gaan poppen. En dit is zonder en dit is dan met de preset. En ja, op die manier kan je dus gaan kijken naar welke past nou een beetje bij het look en feel van jouw shot. Ik denk dat deze misschien wel een beetje de koude, de somberheid gaat weergeven. Dus die ga ik eventjes onthouden. Wellicht kunnen we nog naar zwart-wit gaan duiken. Wat ook heel erg leuk is, als je overdag een shot hebt gemaakt en het toch wat meer als nacht laat het lijken, is dat ook een mogelijkheid. De Matrix, wat groener. Ja, zo zijn er diverse presets die je kan gaan gebruiken. En wat ik al zei, de SL Bleach, ja, die vind ik hier wel wat interessant in. Misschien een beetje too much uitgebleekt in het wit. Dus gelukkig kan je ook zo'n preset weer gaan aanpassen. Dus hier bovenin hebben we het edit menu. En daarin kan ik zeggen, nou die exposure, die wil ik misschien juist wat minder hebben. Dus waardoor het weer wat iets donkerder gaat worden. En toch een beetje die kou van het shot gaat bewaren. Nou, zo kan je eigenlijk alle best wel pro-instellingen van je shot gaan aanpassen. Dus we kunnen gaan spelen met het contrast misschien ietsje meer of wat minder. De highlights, alle lichte tinten van je shot wat meer naar boven halen. Of juist wat meer terugdringen. En de shadows misschien ook nog wat naar achteren duwen. Of juist wat naar voren. Op die manier kan je heel erg mooi je shot gaan balanceren. En dan eigenlijk qua vormgeving maken zoals je wil. Ook het spelen met de tint en de temperatuur kan heel erg essentieel zijn in de vormgeving. Dus wil je echt de koelte uitstralen, dan ga je meer naar de blauwe tinten toe. Moet het een warm zomerspotje gaan worden, dan ga je juist weer naar rechts naar de warme tinten. Dus ook daarmee kan je de look en feel net wat meer gaan accentueren. En zo ook met de tint kan je gaan spelen. Laatste opties hierin zijn de vibrance en de saturation. Ja, daarmee kan je natuurlijk ook nog net wat meer kracht pompen in jouw shot. Een beetje meer vibrant of juist wat meer de kleur erin gaan stoppen. En saturation verveelvoudigt de kleur eigenlijk, waardoor de kleuren alleen maar krachtiger worden. Wanneer je ze helemaal terugschroeft naar niks, dan wordt het een zwart-wit plaatje. Dan schroef je eigenlijk alle kleur uit je plaatje. En er zijn zelfs nog een aantal advanced settings waarin je nog wat verder zou kunnen gaan. Zelfs een vignette gaan toekennen door het wat dromiger te maken naar rechts. Of juist wat somberder nog naar links. Waardoor je wat meer de donkere randen aan de zijkant gaat krijgen. Nou, op die manier kan je dus je eigen preset eigenlijk gaan definiëren. Stel je nou voor dat ik deze edit, deze preset die ik nu eigenlijk zelf aan het maken ben, daadwerkelijk als een preset zou willen opslaan, zodat ik hem ook op andere shots zou kunnen gebruiken. Nou, ook dat kan. Dat kunnen we hier rechtsbovenin doen met de drie stipjes, de More Options. Want daarin kunnen we aangeven dat dit een preset moet gaan worden. En dit zou bijvoorbeeld een preset kunnen zijn die ik voor Plastic Soup heel regelmatig ga hergebruiken. Dus ik kies voor Save. En dan vind je hem ook weer terug bij de presets. Hier onderin bij mijn eigen presets die ik dan regelmatig kan gebruiken. Dus ook vanuit hier kan ik weer een ander shot selecteren. Mijn eigen Plastic Soup selecteren. En dan horen deze shots qua look en feel zeker wat meer bij elkaar. Dus dat is zeker een belangrijke qua finishing touches om mee te nemen om jouw film lekker wat meer te laten knallen. En over finishing touches gesproken en ook het exporteren. Daarover gaan we het hebben in de volgende en tevens laatste tutorial uit deze serie. Dus tot de volgende!